Rond 9:30 gebeurt het. Een half uur voor sluitingstijd. Er zijn verder geen klanten meer in de snackbar aanwezig. Dan komen er twee mannen de zaak binnenlopen en bedreigen de eigenaar met een pistool. Met de inhoud van de kassa rennen ze de straat op. En samen met twee andere mannen vluchten ze weg. De politie begint meteen een groot onderzoek. Nou ja, een hoop helikopters en je wordt toch nieuwsgierig en dan ga je toch een beetje kijken. En dan, ja, dan was hier die overval net gebeurd. De eigenaren van het familiebedrijf laten zich niet kennen. Want vanmiddag is de snackbar om 12:00 gewoon weer open. De zoon van de eigenaar vertelt wat er gebeurd is. Een van hun, die twee binnen waren, heeft een vuurwapen om te bedreigen. Mm-hmm. Voor dat we hem geld geven. Het liep die kant van hier naar Akkerwinde, maar toen ik daar kwam zag ik niemand. Ze hebben allemaal zonnebril, muts en alle dingen erop dat ze niet kunnen zien. Zielig voor die mensen, een paar honderd euro misschien. Dekenmarkt hadden ze beter kunnen pakken, hadden ze meer buiten gehad, maar ja. Ja, ik ben blij dat er niks gebeurd is met ze verder. Naast het gestolen kasgeld is er verder geen schade aangericht, maar de daders zijn nog voortvluchtig. Ondertussen komen meerdere buren bloemen brengen om de familie te steunen. Ik was er gisteravond best emotioneel over. Juist omdat dit zulke hardwerkende, lieve mensen zijn. En het gebeurt hier vaker in de buurt, weten we. Maar we hopen echt dat deze mensen gewoon gepakt worden.